dit vind ik heel ernstig. Dat dit zou gaan gebeuren. Het is heel belangrijk dat je op hele jonge leeftijd, zo vroeg mogelijk, misschien nog wel vroeger dan wat nu het geval is, dat je begint met je school. Dat als je later start, dan haal je dat eigenlijk later ook niet meer in. Dus als het gaat om kansen voor deze generatie. He, dus de kansen die ze hebben op goede banen. En ook de kansen ten opzichte van hun generatiegenoten in andere landen. Want uiteindelijk, niet eens direct, maar indirect. He, als je het hebt over waar gaan bedrijven zitten. Waar zit de goede wetenschap. Ik bedoel, dan uiteindelijk heb je te maken gewoon met de wereld. En kennis gaat de hele wereld over. En dus ik denk dat het niet vanaf jongs af aan kunnen investeren in jonge kinderen en zeggen van ik ga het uitstellen, dat een enorm probleem is. Kijk, we wisten allemaal dat lerarentekort dat een groot probleem is. Maar nu zie je een van de gevolgen ervan. Dus dit is een heel serieus ding waar we heel hard aan moeten werken om dit te voorkomen. Hoe los je het op? Ja, het is een enorme knoop. Ik denk dat. En daar hebben wij ook een rol in te spelen als universiteiten. Dus even heel concreet, even bij onszelf. Wat wij kunnen doen, want er zit veel meer. Het gaat ook over salariering en het gaat ook over carrièreperspectieven. Dat als je leraar wordt, wat voor soort van loopbaan heb je dan? Waar kijk je dat? Dus maak het een aantrekkelijk beroep. Dus er zitten wel 100 dingen die je kunt doen. En er wordt op allerlei plekken worden ook wel dingen gedaan. Nou, bijvoorbeeld wat wij kunnen doen, is dat wij kunnen zorgen als universiteiten dat het bijvoorbeeld voor zijinstroom, mensen die nu ergens anders werken, dat het voor hen aantrekkelijk wordt, dat het makkelijk wordt om bij te scholen en part-time of full-time voor de klas te gaan.